En ja, over Rockstar gesproken. Dus eigenlijk zit er gewoon een real-life Rockstar zitten bij mij in de studio. Een daverend applaus voor Jeroen van Tijl. En de studio staat meteen op zijn kop. Nou ja, Rockstar, dat valt wel mee hoor. Nou, hey, ik heb een beetje onderzoek gedaan vanmiddag naar de JVT-band. Oeh, nou komt-ie hoor. Ja, nu komt-ie. Nou wordt het link. Maar ja, Rockstar of niet, maar jullie zijn bezig met het vijfde album alweer. Ja, we gaan gewoon door. Kijk, het heeft een tijdje stilgestaan met die corona. Ja. Ik denk dat we zo'n beetje 3 jaar lang achterover geleund hebben. En het werd toch wel weer tijd dat we weer met een nieuwe cd uitkomen. Ja. Dus we zijn er druk mee bezig. Maar het wil nog niet echt heel erg vlotter. En er gaat toch meer werk in zitten als dat we dachten. Oké, want jullie hebben al 4 albums. Er is wel al een soort een prijs gaande, toch? Ja, dus dat gaat heel spannend worden. We zijn genomineerd in Amerika bij de Hollywood Independent Music Awards. Ja. En dat is, het is een beetje vergelijkbaar met de Grammys. Alleen dan puur voor muzikanten die independent zijn. Die dus eigenlijk geen platenlabel of geen contracten hebben. Dus eigenlijk de zelfstandige muzikanten. Oké. Maar het is wel groot. En het is echt heel spannend wat er nu gebeurt. Ja, ik heb net eventjes de site van de Hollywood Independent Music Awards heb ik er even bij. En jullie zijn met een aantal andere artiesten staan jullie gewoon bij de nominaties. Dus ik vind het al heel gaaf. Maar hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Want ontstaan in Andijk, begreep ik? Kijk, ik kom zelf uit Enkhuizen, dus ik kan zeggen band uit Enkhuizen, Andijk. Het is eigenlijk gewoon hier in de regio. Ja. Wij hebben een studio in Andijk. Daar zitten we altijd, daar oefenen we, daar repeteren we en daar drinken we af en toe een biertje. Dus dat is echt een typische mancave. Vandaar dat Andijk onze thuisbasis is als band. Maar ik dus uit Enkhuizen vandaan. En onze drummer Paul Slaman, die komt bijvoorbeeld uit boven Kaspel vandaan. De bassist Claudio Guleker, die komt uit Alkmaar, die regio vandaan. Ja. En ik wil ook nog even onze oud-drummer benoemen, want die heeft ook meegewerkt aan deze cd die uiteindelijk genomineerd is. En dat is René Wit. Maar die is op een gegeven moment helemaal richting Groningen verhuisd. Vandaar dat we nu Paul Slaman als drummer hebben. Oh ja, anders is het wel, toch wel ver. Wel heel ver reizen, ja. Ja. Hey, dus jullie zijn nu met z'n drieën. Maar ja, even voor de mensen die jullie nog niet kennen. Wat voor muziek maken jullie? Ja, we hebben er nog een vierde man bij, hoor. Er zit stiekem, hebben we er altijd nog iemand bij. En die wil niet zo erg in de spotlight, maar dat ga ik nu wel even doen. Er is ook een bekende hier in de regio. Zanger, gitarist, toetsenist, komt uit de band Mind vandaan. Oké. Voor menigeen wel bekend hier. En dat is Marcello Gicci. Oké. Dus hoppa, uit de duister direct in de spotlight. Die doet af en toe bij ons wat Hammond-orgel. Dat hoort er gewoon af en toe bij. Ja. En wat voor genre zou je het geven? Wij zijn ooit begonnen als echt gewoon keiharde, stevige power blues rock. Mm-hmm. Soms neigde dat naar stevige hard rock, maar ja, het werd steeds meer bluesy en nog meer bluesy. En bij de laatste cd, dus deze cd waar het nu om gaat, zijn we echt helemaal omgegaan naar de southern rock. Oké. Ja, want de cd heet ook Southern Comfort. Ja. Dat sluit dan wel, sluit wel mooi aan. Ik vind de coverfoto sowieso al heel gaaf. Ik denk dat we gaan straks ook gewoon even een nummer draaien van jullie. Maar hoe kom je in Amerika terecht dan? Dat is begonnen ergens rond 2013, een beetje daarvoor. Toen zijn wij eigenlijk gewoon zelf allerlei mailtjes gaan sturen naar allerlei tenten, venues, zoals ze dat noemen. Hè? Dus waar je eventueel zou kunnen optreden. Honderden gestuurd en uiteindelijk toch wel wat reacties gekregen. Okay. En we hebben gewoon tickets geboekt. En we zijn toen met de hele band in 2013 naar Amerika gegaan.
En we hebben daar 3 weken lang getoerd. We zijn ergens boven in Michigan helemaal begonnen. En zo'n beetje helemaal naar beneden afgedwaald. Richting Kansas, Chicago, die kant op. Toen hebben we toch een leuk toertje gemaakt. Wauw. Maar ja, als je dat 1 keer gedaan hebt, dan wil je dat nog een keer. Dus dat hebben we in 2014 hebben we dat weer gedaan. Ja. En uiteindelijk ook in Texas beland, in Austin, Houston, Nashville, Memphis. Die hele regio daar. En daar hebben we dus een x-aantal mensen ontmoet. En daar hebben we eigenlijk altijd contact mee gehouden. En via die mensen, en eentje daarvan, dat is dus Tommy Stilwell. Die ook op deze cd meegedaan heeft. Via hem zijn we eigenlijk blijven plakken in die zogenaamde Tri-State. Dat Kentucky-gebied, Kentucky-Indiana. En zijn we eigenlijk daar altijd teruggekomen om daar gewoon wat optredens te doen. En zo is dat een beetje gegroeid. Oké. Ja, dit is, ik vind het toch wel een succesverhaal als de brutale hebben de wereld, zeg maar. Ja, dat moet je wel doen. Als je, en dat raad ik ook iedereen aan. Niet wachten totdat je gevraagd wordt. Gewoon jezelf uitnodigen. En nee heb je. Ja, kan je krijgen natuurlijk. Ja. En was het altijd al jullie droom om richting Amerika te trekken? Of daar actief te zijn? Nou, de muziek die wij maken, dat slaat gewoon aan daar. En ook, wij zijn daar ook wel geweest als een beetje, als een soort studieobject. Hè, dat we zoiets hadden van, nou, laten we die muziek eens gaan bestuderen. Sowieso ben ik helemaal lijp van die muziek. Ik vind het geweldig wat ze daar doen. Dus dan probeer je dat toch ook een beetje over te nemen. Ja. En dan groei je daarin. Ja, en hier in Nederland, het leeft wel, maar hier leeft meer de wat meer echtere blues, de Chicago blues. En wij zijn toch wel wat rauwer. Ja. Maar Amerika is gewoon een machtig mooi land, heel groot. En het is geweldig om daar rond te toeren en je optredens te doen en een trip te maken. Ja. Ja, want ja, ik stel me ook voor, er zijn natuurlijk ook een heleboel meer mensen die je daar kan bereiken. Zeker misschien met de muziek die jullie maken. Maar ja, dan die prijs. Want jullie zijn daar dus voor genomineerd. Nogmaals, de Hollywood Independent Music Awards. Hoe ging dat in zijn werk? In oktober ben ik daar nog geweest. En toen heb ik daar samen met Tommy hebben we een aantal optredens gedaan. En toen ben ik in contact gekomen met een dame. En dat is Francine Marseille. En zij is een CEO, directrice van de Owensboro Music Expo. Hm. Dat kan je een beetje vergelijken met een iets afgeslankte Ziggo-dome. Wat in Owensboro zit. En hun doen daar heel veel met muziek. En zij had deze cd gehoord. En zij had zoiets van, ik ga jullie aanmelden voor nominatie. Oké. Ja, ik had zoiets. Ja, dat is leuk dat jij dat zegt. Van, ik ga jullie aanmelden. Maar ja, als nuchtere Hollander heb ik wel zoiets. Nou, eerst zien en dan kijken we wel verder. Maar zij heeft het gedaan. En we zijn door alle voorrondes gekomen. En de hele selectie is geweest. En wij zitten dus nu gewoon bij de genomineerden voor de eindfinale. Gaaf. Dus ik heb echt zoiets van, joh, wat gebeurt hier allemaal? Eerst zien en dat is in ieder geval gelukt. Ja. Hey, maar wat nou als je wint? Als jullie winnen, wat gebeurt er dan? Of hoe zie je dat voor je? Ja, eigenlijk, dat weet ik helemaal niet. Ik geef flauw idee. Ik lees wel berichten van oud-winnaars. Ja, die hebben inmiddels mega platencontracten, zitten in hele grote shows. Er is er eentje, die heeft dus vorig jaar de HIMA Award gewonnen. En die heeft dit jaar een Grammy gewonnen. Oh. Dus ja, ik weet niet wat er op ons afkomt. Voor hetzelfde geld misschien wel helemaal niks. Dat het gewoon, je hebt de titel en je hebt de eer en je gaat er naartoe en je gaat een beeldje ophalen. Ja. Als je wint, hè. En dan ga je weer naar huis en dan is het feest misschien over. En het kan ook helemaal de andere kant op gaan. Dus ik weet het niet. Dat is dat mooie onvoorspelbare dan, denk ik. Ja. Ja. En is dat een jury die dat bepaalt? Of mag het volk mag zelf stemmen? Nee, het zijn drie, wat ik begrepen heb, 3 groepen van juries.
Zijn het je fans buiten? Maar hoe dat precies gaat, het is wel allemaal intern. Dus het is niet een volksstemming. Oké. Dus echt door een jury. Ah, spannend, spannend. En ik begrijp dat jullie in augustus ook weer gaan toeren. Ja. En is dat dan aansluitend op eventueel de uitreiking? Ja, 1 augustus dan vliegen we. En dan hebben we tot 15 augustus hebben we een x-aantal optredens. Ook allemaal daar in de buurt. Daar zitten ook wat radioprogramma's bij. Als het goed is, zit er ook nog een of twee tv-uitzendingen zitten daarbij. Maar dat regelt die Francine allemaal. En ja, ik weet niet wat ze allemaal op de agenda heeft staan. Dat wordt ook alweer spannend. Ja. En 17 augustus is in Hollywood in L.A. Is de grote award-uitreiking. En dat is in dezelfde zaal waar ze normaal de Grammys ook hebben. Zo. Dus, met de rode loper en alles erbij. Dus, heel gaaf. Ja, spannend. Ja, inderdaad, ja. En ik denk dat het gewoon tijd is om even het nummer waarmee jullie onder andere zijn genomineerd. Want je hebt eigenlijk 2 nummers heb je erin. Ja, deze die je nu wil gaan draaien, dat is echt van de JVT-band. En die zingt Tommy Stilwell. Mm-hmm. En dat gaat ook een beetje over Kentucky. Oké. En wij hebben nog een nummer opgenomen samen met Tommy Stilwell. Alleen dat nummer is al van hem. Hij had daar alle rechten al van vastgelegd. Dus dat staat ook genomineerd onder zijn naam. Oké. Dus nou ja, maar dat is toch voelt het misschien wel als dubbele eer, denk ik. Ja, zeker. Oké, ik denk dat we het gewoon, we gaan het even lekker draaien. En dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken, Jeroen. En hou ons in ieder geval op de hoogte. Gaan we zeker doen.